Vrienden, worden we nou alsmaar gekker in Nederland? Ja, ik ben bang van wel. Ja. Want nu hebben ze weer toegeslagen, hè. Al die gasten die deugen, die politiek correcte, die woke-vereniging, zeg maar, die serieuze kneuzen, die hadden al toegeslagen bij Vandaag Insight. Ze hebben al 2 keer een soort van rel veroorzaakt. En nou gebeurt het weer. En heb je het gezien met die Tim den Besten? Kijk, die stond bij de Pride. Ja, en dus staat langs de kant. En er komt een vriend van hem langs en die heet toevallig Nicolaas. Dus hij zingt gewoon, zomaar voor de lol, zingt hij eventjes: Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Oh, en daar, vrienden, bij het woord knecht, daar ging het dus, voor die serieuze kneuzen, ging het dus helemaal mis. Want dat mag niet. Nee, je mag het woord knecht, mag je niet zingen, mag je niet noemen, want dan ben je in hun ogen een racist. Nou ja, vrienden, dit is niet eens de gekte voorbij. Hier kom je werkelijk in de achterkamertjes van de gekte. En daar zitten we nu in. We zitten sociaal gewoon op drijfzand in Nederland. Want je mag niks meer zeggen. Je kan gewoon niks meer zeggen. Knecht kan niet. Nee, hoe knecht? Als Sinterklaasje komt binnen. En hoe vaak zeg je niet, bijvoorbeeld bij het binnenkomen van vluchtelingen of bij asielgedoe, dan zeg je van, ja, kom maar binnen met je knecht. Oh, dat kan je niet meer zeggen. Oh, of mag dat dan wel? Of mag het alleen met Sinterklaasje en voor Sinterklaasje? Kom maar binnen met je knecht. Dat mag dan weer niet. Nou, het is toch werkelijk... Ja, vrienden, zo ver zijn we heen in Nederland. Ja, en wat gebeurde er toen? Dus toen kreeg die Tim, die kreeg van alles over zich heen. Bagger, die werd uitgescholden, beledigd en noem het maar op. En, ja, door die serieuze kneuzen. En, nou zeg! En toen werd het dus, en daar zitten we nu in, vrienden, toen werd het dus nog veel gekker. Ja, want wat gebeurde er toen? Toen ging die Tim, die ging in een radiostudio, ging hij zich min of meer verontschuldigen. En die begon de passie en Adriaan te doen, die begon te huilen. En die zat daar werkelijk tot hier. Zat hij in zijn eigen tranen en snikte zijn hele microfoontje zeiknat. Want ja, hij had niet geweten dat hij per ongeluk het woord knecht had gebruikt. En min of meer maakte hij toch een beetje zijn excuses. Nou ja zeg. Dus nu gaan we ons excuus maken aan de serieuze kneuzen. En nou ja... Hoe ver ben je nou heen, vrienden? Hoe knettergek zijn we nu in Nederland? Dat is gewoon nu aan de hand. Ja, dit moet gewoon ophouden. Je mag echt niks meer zeggen. Elk woord. En je zegt, dan gaat de pot op. Dat kan niet vanwege pot, want dan is het lesbisch deel van Nederland weer geschoffeerd. Weet je, allemaal dat soort dingen. Ik bedoel, wat kan je dan op de pindakaas? Het Indonesische deel van Nederland voelt zich weer beledigd vanwege pinda. Nou, allemaal die. Dat kan toch niet? Dit moet ophouden. Dit gedoe moet echt ophouden. Je verlangt toch weer gewoon terug naar het oude normaal. Dat je gewoon dingen kon zeggen gewoon zonder dat je gelijk beledigd werd. Of dat je de maat werd genomen of dat je gelijk werd toegesproken. Weet je wel, daar verlang je naar. Of is dat allemaal één grote wazige droom?